Zaterdag 30 september, de wedstrijd SV Urk tegen Genemuiden. Altijd een wedstrijd waarbij veel emotie is en veel strijd. En dat onder ideale omstandigheden met een groot aantal toeschouwers, zo om en nabij de 1200. Voor de wedstrijd wordt Pieter Brands gehuldigd voor zijn 100ste wedstrijd die hij voor SV Urk speelde. En dan gaat nu onze pupil van de week, Luc Kramer, zijn doelpunt maken bij de doelman van Genemuiden. En dat lukt hem op een wonderbaarlijke manier. Prima Luc, gescoord 1-0 voor Luc Kramer. En dan kunnen wij beginnen aan de wedstrijd SV Urk tegen Genemuiden onder leiding van scheidsrechter Kaper. Een openingsfase waarbij een hoog tempo gespeeld werd, met name aan de rechter buitenkant van Urk, waarbij Lucas Schraal hier het zijn man passeert en een voorzet probeert te geven, maar die komt in handen van de doelman, Streuker van Genemuiden. Want het was vooral de zijkanten die Urk benutten om Genemuiden het moeilijk te maken. In de openingsfase een wedstrijd in een hoog tempo, waarbij beide ploegen de aanval zochten, maar echt kansen leverden dat niet op. Met uitzondering van hier misschien een kansje in een afstandsschot, want daar is Genemuiden altijd heel gevaarlijk in. Van afstand, en nu was het Bijmers die van afstand probeerde te schieten, een van de gevaarlijke spitsen bij Genemuiden. Een mooie voorzet van de linkerkant, maar goed verdedigd door Benny Dunning. En wederom een afstandsschot, maar dat schot gaat hoog over. En wederom geen gevaarlijk moment voor doelman Strijker, die verder in de middag tot een grote hoogte zou vloeien. Lucas Stol, ook zo'n man van de buitenkant. En er komt een afstandsschot van Urk, maar er wordt gesmoord door de verdedigers van Genemuiden. En is het Lucas Nagel wederom in het elftal na wat langdurige blessure. Maar hij staat weer op het middenveld en hij krijgt daar een overtreding tegen. Jan Ras vandaag voor het eerst op de nummer 10 positie als aanvallende middenvelder. Paast daar richting Lucas Nagel en die schiet, maar die eenvoudige prooi voor de doelman van Genemuiden. Slotfase in van de eerste helft, waarbij Urk het veld heel lang maakte. En daar profiteerde Genemuiden van. En het leverde wel wat mogelijkheden op voor de ploeg uit Genemuiden. Maar doelkansen eigenlijk niet echt. Want het was iedere keer Richard Strijker die van het geen wijken wilde weten. En dan in die allerlaatste fase van die eerste helft toch nog een mogelijkheid. Want ieder neentjes glijdt hieruit. En dat geeft de mogelijkheid om Genemuiden een afstandsschot te geven waar ze zo gevaarlijk in zijn. Maar dit rolletje is ook een prooi voor Richard Strijker. Ruststand 0-0. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Dan zijn we begonnen aan de tweede helft, die in de beginfase van die tweede helft een beetje onzeker was bij de ploegen die zoekende waren naar een goede opbouw. Waarbij hier Ras even de rust neemt om te kijken wat hij doet. Hij paast hem heel rustig richting Lucas Stol en natuurlijk weer aan die buitenkant. Waar daar zocht Urk iedere keer de mogelijkheden. Waarbij de voorzet van Rikert Neentjes, maar die is te laag en wordt er uitverdedigd. En is de ingooi voor Urk die niks opleverde. Wederom aan de buitenkant, want dat is toch iedere keer waar Urk de ruimte zoekt. Of links of rechts via de linkerkant Lucas Stol en de rechterkant Lucas Graal. Waarbij de paas van Johannes Schrijver op Lucas Graal. En daar die ruimte die benut die prachtig. En brengt Urk op een 1-0 voorsprong in de 65e minuut. En grote blijdschap op de bank van Urk. En zeker bij de ruim 1000 toeschouwers die op dat moment ontzettend blij zijn. Want de wedstrijd was spannend en veel strijd leverde het op. Waarbij Genemuiden dan de aanval moet zoeken. Even mistasten daar van Benny Dunning. En dan is het Bijmers die de grote kans krijgt, maar net naast het doel schiet. En is het uiteindelijk toch nog steeds 1-0 voor Urk. Want deze kans gaat voor Genemuiden verloren. Dan is het Genemuiden dat in de slotfase gebruik maakt van hele verre inworpen. Met heel veel mensen voor het doel bij SV Urk. Waarbij de scrimmage uiteindelijk niks oplevert. En blijft het gewoon 1-0 en houdt Urk stand.
En dan de verkeerde bal. Maar dan is het opnieuw Strijker die met de moed der wanhoop die bal over de zijlijn schiet. En dan licht geblesseerd raakt. Maar hij kan gelukkig de wedstrijd vervolgen. En het is Geenemuiden dat dan de aanval wel moet zoeken. Met Pieter Brands in het veld gekomen. En hij probeert daar de verdediging van Geenemuiden het moeilijk te maken. Maar het levert niet meer op dan een inworp voor Geenemuiden. Met een lichte blessure voor Pieter Brands. En dan één van de vele inworpen van Geenemuiden van die rechterkant. En wordt die hoog ingebracht. En is het gevaar. En een schitterende reactie daarvan Richard Strijker. Wat een reflex. Door zijn reflex komt die bal niet in het doel, maar op de doellat. En blijft het vlak voor tijd nog steeds 1 tegen 0. Waarbij het voor iedereen toch heel spannend was. Want Geenemuiden was heel dicht bij de gelijkmaker. En ze bleven die aanval maar zoeken met weer een paas in het centrum. En dan komt daar, ja, dat is het van Bentum die helemaal alleen voor Strijker komt. Maar Strijker werpt zich voor het goalbal en blijft het gewoon 1 tegen 0. En dan in die slotfase gaat zelfs doelman Streuker mee naar voren om toch nog die gelijkmaker te forceren. Maar ook deze kans gaat voor Geenemuiden verloren door die prachtige stompbal van Richard Strijker. En zo wint Urk deze belangrijke wedstrijd met 1 tegen 0 van Sportclub Geenemuiden. En gaan we nu luisteren naar de analyse van de beide trainers. Nabeschouwingen door de beide trainers. En met alle respect en de opwinding die er zal zijn na deze toch wel hele spectaculaire wedstrijd. René. Van al die wedstrijden die jij tegen Urk gespeeld hebt, heb je er nog niet één gewonnen. Is Urk nou intussen een angstgegner voor jou geworden? Ja, ik heb inderdaad bij Urk nog niet gewonnen. Thuis wel. Dus dat zijn van de statistieken, maar nee, vandaag weer niet. En als je nou kijkt naar de wedstrijd, jullie beginnen, ja, waarbij Urk ook heel veel druk proberen te zetten, op snelheid de aanval zoeken via de buitenkanten. Was je verrast? Nee, want ik denk dat Urk vaker zo speelt. Ik vond Schraal in het begin dreigend. Zeker aan de rechterkant. Ik denk dat we dat na een kwartier wel goed voor elkaar hadden. Wedstrijd in die fase niet veel kansen. Wat dreiging voor de goals, maar echte kansen hebben we niet geteld. En op een gegeven moment wordt het veld wat langer. Gaan we wat meer in omschakeling spelen. En ik denk dat we daar voor rust twee goede mogelijkheden krijgen die we gewoon moeten maken. En de ene was, die pakt Strijker goed. En die andere schieten we net over. Maar ik denk in die zin dat wij dat er bij de wedstrijd gewoon te weinig kansen waren. Want als je kijkt naar die eerste helft, ja, gelijk opgaand, met uitzondering van die laatste 10 minuten, waar het veld weer bij Urk heel lang werd, waar jullie gebruik maakten van de ruimte, toen kwamen die kansen. Ja, maar ik denk dat het andersom ook zo was. Bij ons ook, alleen goed, wij speelden dat iets beter, denk ik, waardoor we echte kansen kregen. Urk was ook gewoon dreigend en als ze dat beter hadden uitgespeeld, dan hadden ze ook kansen kunnen creëren. En dan de tweede helft, waarbij wederom de strijd de boventoon voerde bij beide teams. Ja, dan kom je achter met 1 tegen 0. En dan probeer je natuurlijk van alles om dat weer recht te trekken. Ja, dat lukte niet. Waarom lukte het niet? Nou ja, goed. Ik denk dat één, en dan zal ik echt niemand tekort doen, maar ik vond Dunning fantastisch verdedigen. En Strijker, denk ik, man of the match voor ons, want die pakt gewoon 2-3 fantastische ballen. Als je 1-0 achter staat, moet je alles of niks spelen. En ik denk dat we dat gedaan hebben, dat we op een gegeven moment nog maar met 2 verdedigers stonden. En ik denk dat we de laatste kwartier nog 3 goede mogelijkheden hebben gehad. En die schiet 1, schiet via Strijker, gaat hij via de lat over. Magan moet hem de laatste minuut maken. Bijmes moet hem aannemen, binnen schieten. Legt hem breed. Net niet de keuzes, de fine-tuning, dat we echt een goal kunnen maken. Maar de kansen zijn er denk ik wel degelijk geweest. De kansen zijn er ook voor jullie geweest. Uiteindelijk geen overwinning. Hoe pijn doet dit? Om wederom van Urk hier niet te winnen. Nou, pijn is een groot woord. Het is niet leuk. Het is een competitie. Er zijn nog heel veel wedstrijden te gaan. Tuurlijk wil je in een derby wil je graag winnen. We hebben er denk ik met elkaar, zowel Urk als Geenemuiden, een echte wedstrijd van gemaakt. Urk heeft hem nu gewonnen. Nou, wij moeten uithuilen. Maandag gaan we weer opnieuw en dan richten we op Dovo. Even. Ja, dan nu de winnende trainer. Peter, van harte gefeliciteerd, want wat een spectaculaire wedstrijd. Omschrijf ik het zo goed? Ja, zeker. We hebben
uiteindelijk was het een spectaculaire wedstrijd. Volgens mij zat het met name ook in de eindfase. En eigenlijk alle thuiswedstrijden zijn spectaculaire wedstrijden. Ik moet wel zeggen dat we vandaag wat meer controle hadden dan de afgelopen wedstrijden. Misschien Sparta Nijkerk de tweede helft. En met name de eerste helft vond ik dat we de wedstrijd wel redelijk onder controle hadden. En ik had het net over die laatste 10 minuten van die eerste helft. Ja, toen werd het veld heel erg lang. Toen kregen ze eigenlijk wat mogelijkheden. Toen was het even wat minder positief. Ja, ik hoor René ook zeggen dat wij ook mogelijkheden hebben gehad. Of kansen op kansen, zeg maar. Hè, dat we goed doorkwamen. Maar ook in die laatste fase waar René het over had in de tweede helft bij hun. Hadden wij dat in de eerste helft, denk ik. En jouw strijdplan om met name via de buitenkanten, via Lucas Tol en Lucas Schraal, om daar de ruimtes te benutten. Ja, dat strijdplan, dat is goed geslaagd. Ja, ook wat René zegt, de eerste kwartier had Lucas op zijn heup aan de rechterkant. Normaal gesproken willen we heel graag dat onze buitenspelers wat aan de binnenkant spelen, met de komende backs. Het is natuurlijk ook wel zo dat Lucas, met name aan de rechterkant Lucas, ook zijn kwaliteit heeft, zeg maar, om één op één zijn man op te zoeken. Dus daar hebben we vandaag iets meer aandacht aan geschonken. Lucas Tol aan de andere kant, ja, die zwerft normaal gesproken heel erg veel. Ook omdat ik vind dat hij overal op het veld het verschil kan maken, een man uit kan spelen, waardoor tegenstanders keuze moet maken. Neem niet weg dat hij met name in de eindfase rond de 16 meter, dat we eigenlijk het liefst daar hebben dat iemand uitspeelt. Want dan sta je in de 16 meter en ben je gelijk gevaarlijk. Dus vandaag hebben we hem iets meer beteugeld. Kijken of we wat meer aan de buitenkant vrij konden krijgen. Dat is redelijk gelukt. Zeker aan de rechterkant, aan de linkerkant misschien wat minder. Maar uiteindelijk prima. Was dit nou een wedstrijd, want we hebben het voor de wedstrijd even over gehad, wisselend in al die wedstrijden, hè, goed en wat minder goed. Was dit nou een wedstrijd waar jij zegt van, zo wil ik Urk graag zien spelen? We hebben er wel voor gekozen om wat verder van de goal af te spelen. En dat had ook wel te maken met, één, dat je thuis speelt. En twee, ook wel met de kwaliteiten van Gene Muiden. Die wil je niet rond je 16 meter hebben. Dat heb je gezien, 2-3 keer dat ze schieten makkelijk, veel. Daar hebben ze er veel van die dat kunnen. Je ziet ook zo'n tweede helft als je tegen je 16 meter aankomt te voetballen. Dan hebben ze ook nog eens een keer kracht. En elke bal die ze inbrengen, of dat nou een inbal is of een corner, is gewoon gevaarlijk. En dat hebben we goed gedaan in de eerste helft. En wat ik al zei, ik ben namelijk tevreden over de eerste helft. Omdat ik vond dat we in de eerste helft controle hadden over de wedstrijd. En er niet heel veel gekke dingen zijn gebeurd. Vandaag koos je ervoor en dat tot slot dat Jan Ras voor het eerst op nummer 10 stond. Een bewuste keus. Hoe is jou dat achteraf bevallen? Want hij kwam heel veel in balbezit. Ja, Jan die komt altijd veel in balbezit. Die willen we ook graag aan de bal hebben. Die kan aan de bal, ik denk net als Lucas Tol, het verschil maken. Die speelt eigenlijk altijd naar de goede kleur. En of dat nou op 10 is of op... een van de twee controlerende middenveldersposities. Gewoon heel erg bruikbaar. En waar we met name ook heel erg blij mee waren, was de terugkeer van Lucas. Die controleerde op het middenveld speelt. Dat is nou echt een jongen. Ik hoorde Henny Spijkerman wel eens zeggen. Urk blaft wel veel, maar ze bijten niet. Nou, Lucas is wel een jongen die bijt. Die pakt een bal af. Daar hebben we er niet zo heel veel van. Mensen die echt een bal af kunnen pakken. Daar was ik met name heel erg blij mee dat hij vandaag kon spelen. Een uur 65. Dan hebben we het over Lucas nummer 3, Lucas Nagel. Lucas Nagel, ja. Sorry. Ja. Goed zo. Peter, dankjewel. En in ieder geval gefeliciteerd met deze schitterende, spectaculaire overwinning. Want zo wil ik het wel omschrijven. Veel succes volgende week tegen Hercules. Dankjewel.